Ik zal je echt zeggen, hè? Ja. Die mensen zijn in Suriname gebracht met de naam Koeli. Maar ze hebben hun niet als Koeli gebruikt. Ze hebben het als slaven gebruikt. Die mensen hebben zich kapot gewerkt. Ze hebben de vrouwen daar verkracht. Hè, er is een plaats daarin, bij Nieuw-Amsterdam, hè? In Suriname. Daar hebben ze Hindoestanen kapot gemaakt. Helemaal een graf gegraven. En ze geschoten. Hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Terechtgesteld. Hè? Zonder enige verantwoording of zo. Wat er is gebeurd. Maar ik ga er niet op in. Want ik schaam me wat er is gebeurd. Weet je? Want kijk, als een vrouw niet in huis is. Of een man niet in huis is. Dan is die vrouw vogelvrij. En dat hebben die bakkeras hier. Ik zal je gewoon bakkeras zeggen hoor. Dat zijn ze. Hè? Die hebben die vrouwen gewoon verkracht. En wat heeft die man gedaan, zal ik het zeggen? Ja. Maar je moet het wel uitzenden, hè, dit. Als ik het ga zeggen. Hij heeft zijn tijd genomen, hij heeft een houwer gepakt, hij heeft het goed geslepen. En toen die man kwam, heeft hij gekapt, hè, in stukken. Dat heeft die Hindoestaanse man gedaan en daar ben ik trots op. Nou, ik vind het zeker, wij moeten een excuus aanbieden, want dit is niet leuk voor ons. We zijn geen coolies. Ja, hij kan wel excuses vragen, zoals hij al gewend is om bij iedereen te doen. En hij is naar Indonesië geweest, Indonesië, heeft daar gevraagd. Hij heeft de Surinaamse Creolen gevraagd. En wij dan? Wie zijn wij? Tellen we niet mee? Nou, ik vind het niet echt noodzakelijk, want het zijn zoveel generatie verder. Dus die mensen van nu, die kunnen er niks aan doen. Maar volgens mij heeft hij al excuses aangeboden. Koelie, ik vind degene die koelie gaat gebruiken, hè, die moet een straf krijgen van mij. Een boete. Dus het moet verboden worden. Het moet verboden worden, ja. Precies. Dus ik kan ook een koelie zijn geweest, ook u. Dus ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben niet van deze tijd hoor. Ik ben van 1931, dus dan weet je het wel. Kijk, het woord koelie is voor mij een scheldwoord. Een koelie is Hindoestaan. Een koelie is Hindoestaan in het Surinaams. Dat is pas koelie. Nee, koelie is shower. Ik zeg altijd tegen die mensen, want ze zeggen koelie. Nee, Hindoestaan. Ik heb ook Hindoestaanse vrienden, Japanse vrienden. Koelie is een shower. En wat voor gevoel krijg jij bij als het dan gebruikt wordt? Vernederd. We hebben als contract, voorouders hebben als contractarbeiders gewerkt. En we wonen we hier, maar het hoort niet zo. Ik vind het een beetje, net als iemand zegt neger, dan komt het een beetje cru over dan als je zegt Creool of Hindoestaan in plaats van koelie. Het is geweest en ik weet, mijn grootouders hebben daarmee te maken gehad, maar ik vind het goed zo. Er zijn nu zoveel problemen op de wereld. Als je echt iets wil doen, moet je nu de problemen van op dit moment, zeg maar, proberen op te lossen in plaats van blijven hangen. Ik zal je zeggen waarom, hè? Dat moet wel, want wij zijn altijd in de vergetelheid geraakt. Wij zijn Hindoestanen, we komen van India. Onze voorouders komen van India. We zijn in Suriname gegaan, maar we zijn helemaal in de vergetelheid geraakt. Niemand kent ons. Zelfs de koning weet niet wie we zijn. Dat vind ik erg.